Waarom heb je besloten om, om er een film over te maken? Ja, toen dit was gebeurd, zeg maar... Nou, dan moet ik bij het begin beginnen. Bij ons in het gezin, mijn moeder werkte in de ouderenzorg. En, en ja, je bent toch een soort van nieuwsgierige puber. En bij ons was het dood niet iets wat een taboe was. Wij, wij praten er veel over. En als je op vakantie was en je hoorde dat er een gezin was voor verongelukt... God, papa, mam, hoe wilden jullie dat dan? Ja, maar, maar hoe, hoe ging dat dan? Ik bedoel... Wat werd er dan uh, precies besproken? Nou, bijvoorbeeld nog. Weet je, als we aan de Passion keken, kwam dat nummer van Dickie Dex voorbij. En dan zei mijn moeder: ha, dat is mijn liedje, hè? die wil ik op mijn, op, mijn, op mijn uitvaart. En ze waren er steeds. En zelfs de avond voordat ze weggingen voor vakantie, zeiden wij nog: als die boot nou kapseist, hoe was het ook alweer? Super stom natuurlijk. Maar dan hoorden we voor het eerst dat mijn vader zei: ik wil onderop en, mijn moeder, of en je moeder bovenop begraven. Maar dat was voor ons zo normaal dat dat besproken werd. En toen dit was gebeurd, merkte ik in onze eigen kring... dat het helemaal niet zo gebruikelijk was dat dit besproken werd in gezinnen. Ik dat denk het... dat het vrij ongebruikelijk is. Ja, maar daar kwam ik dus toen pas achter. En ik, wij hadden zoveel waarde aan dat, dat wij dat allemaal wel wisten. Dat ik dacht, ja, maar daar moet gewoon over gesproken kunnen worden. En ook, ja, weet je wel, mensen... je kan beter als iemand aan je vraagt zeggen van, nou, het gaat goed... dan je, zegt, ah, het gaat zo kut vandaag. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, dan moet ze opeens moeilijk reageren. En, oh, gevoelens. Er wordt ook niet over de dood gesproken, ja. En wil je met die film zorgen dat er wel over ja. de dood gesproken wordt? Het is zo'n taboe wat doorbroken moet worden. Maar is het, is het belangrijk voor jou geweest dat jij er wel met je ouders over had gepraat? Ja, gigantisch. Ik zeg steeds: wij, wij wisten alleen de kleur van de bloemen niet die we uit moesten kiezen voor de uitvaart. Voor de rest wisten we eigenlijk alles wel. En dat maakt het makkelijker? Of is dat een uh, rare vraag? Nou, misschien makkelijk. Ik denk dat draaglijk en makkelijker. De tegenstelling is: maakt het makkelijker. Niet draaglijker, maar ja, je weet wel de juiste keuzes te maken.